In de maand november kon je kennis maken met de 8 millennium doelstellingen in de bibliotheek van Beringen. In 2000 ondertekenden verschillende VN-lidstaten deze millennium doelstellingen om ze te behalen in 2015. De bibliotheek organiseerde samen met de dienst ontwikkelingssamenwerking en ook met ondersteuning van de provincie Limburg en het provinciaal steunpunt voor Limburgse bibliotheken deze tentoonstelling en bood ook workshops aan de leerlingen van het secundair onderwijs. En vandaag is er zo'n workshop bezig hier in de bibliotheek van Beringen. Heel veel mensen trokken van Beringen naar Hasselt om daar werk te gaan zoeken en vinden. Want er was toekomst, mensen vonden werk en de vooruitgang ging verder. Wel, vandaag focussen we vooral op de millenniumdoelstellingen, omdat we nu in samenwerking zijn met de Bibliotheek van Beringen, die een tentoonstelling heeft opgericht rond de doelstellingen van de Verenigde Naties rond ontwikkelingssamenwerking. En met onze workshop spelen we daarop in en hebben we een samenwerking op poten gezet. Wij, de handelaars van heel Beringen, hebben de kerstman kunnen overtuigen om lotjes te brengen aan al de deelnemende handelaars. Met deze lotjes hebben wij een hele leuke eindejaarsactie georganiseerd. Nog voor de eindejaarsactie alweer een lotje. Veel prijzen gewinnen. Dank u wel. Ik heb een eindejaarslotje gekregen en wij zijn heel blij met deze actie. Wij kunnen mooie prijzen winnen. Iedere klant krijgt een lotje en kan met zo'n lotje een superleuke prijs winnen, zoals tv's, fietsen en heel veel leuke waardebons. Er zijn ook 3 klanten die een hoofdprijs winnen. De hoofdprijs van dit jaar is een Vespa 125cc. Onze kerstman heeft deze Vespa al voor ons uitgetest en is hiermee rond gaan rijden om de lotjes tot bij iedere handelaar te brengen. Ik heb net een Tombola-ticket gekregen. Ik vind het een heel toffe actie van al de handelaars in heel Beringen. Zo kan eigenlijk iedereen heel toffe prijzen winnen en ik hoop natuurlijk op de hoofdprijs, de Vespa. Vanwege ons allemaal een prettig eindejaar. Veel succes en tot ziens!